paar minuten neem je geen trekje in de auto, toch wat harder wordt, toch? Dat die stap eruit gaat. Ja. Neem je een trekje en woet, je hoort het gewoon ertussen schieten. En het staat om het ding wel gooi te geven, jongen. Maar dan ging ik ook weer erachteraan gaan en om al die code van de grond te pakken, gewoon gemaakt in de fik. Copy current. Hij doet het. Er zit niet eens niet op, sterren. Oh jongens. Even kijken, je hebt nog van Oslo naar Troffos gemaakt, hè? Naar Troffos. Troffos. Dan met bier. Ja. Rijd naar de groene vlag op je kaart. Waar is die? Hey. Nou daar. Ik moet echt mijn bureau een keer fixen. Ik zit er zo scheef voor, jongen. Ja, dat is een nadeel als je stuurt, hè. Dan stuur is het recht, mijn monitor staat scheef. Daarom heb ik gewoon een zo'n grote tv die heb ik perfect casio opgemeten met mijn bureau, gewoon met een meetbeentje. Auto weet ik dan een paar centimeter. Dan helemaal naar achter tegen de muur aan, bureau ook tegen de muur aan. En dan de stuur in het midden gezet. Hoppa. Alleen moet je horen wat voor toeter ik heb, dan ga je echt lachen. Met een treintoeter. Ja, waarschijnlijk de route even moeten aanpassen, want anders stuurt hij ons via de weg. Waar is mijn trailer dan nou? Hij stuurt ons via de dingen gewoon. Ik sta hier. Hij staat in die Renault Logistic. En die dubbele combi trailer, daar moet je in rijden. Ah, daar is hij. Ja, mijn recht achteruit heb je hem. Maar nog niet helemaal, ik zal hem niet goed onder. Sterk spel, freshman friends. Nee, ik zijn gewoon weer heel de vangkring dicht. Ik ben nou zo klaar mee aan het worden. Ga jij voorop? Ja, even wachten. 1400 kilometer. De meeste is met de boot. Hij zegt bij mij 37 uur. Ja, maar dat komt puur door die boot, want hij met de boot moet. Heb je het truckje aan staan of niet? Ik wel. Ja, dan zet ik hem ook even aan, een momentje. Dat is wel goed voor me. Als je hem een seconde geeft, dan ga ik even met een fresdeem onder de cola zitten even mijn glas in schenken. Goed zo. Godverdomme, heel die fles is niet eens geschud en je pak hem op, je draait hem open en dan denk je, godverdomme. Ik heb zo'n hekel aan, cola is lekker om te drinken, maar het plakt zo erg aan je handen. Ja. Kom op, truckie. Jongens, kom op. Oh,
op het gemak die allemaal, hè? Ah, ik had als een schurft dan als het gewoon niet meewerkt, hè? Hier nog één. Ben ik heel snel klaar mee. Ja. Maar ik heb dus straks eventjes weer BeamNG gedownload opnieuw. Zo. Dat was even een uurtje aan het klooien en ik had even een paar mods gedownload. Yes, ready? Ja, ik heb hem aanstaan, maar ik weet niet wat van nu waar die app nou is gebleven, maar niet zeg maar, ik zeg ook even niks. Oh, serieus? Hallo, access. Dat heb ik je al zo vaak gegeven, hè? Ja, dat doet hij bij mij ook nog steeds, weet je dat ziek van. Echt, daar vraag je toch helemaal niet om. Wat verdomme doe ik wil. Bokken. Aardig tunnel hier. Ik zweer dat ik flikker uit de computerraam uit. Yo, nou ben ik er. Nou zou het allemaal moeten werken. Dan zijn dat ik misschien even de settings daar wel iets lager moet zetten, maar ja, dat scheidt eraan. Ik heb zo lang geen kilometers meer gemaakt. Zulke tijd weer. Ik moet wel zeggen, ik rij nou zonder zijspiegels, weet je wel. Ah. Dat is toch wel even wennen weer. Ja, dat is wel, ja. Ja, nog even jongens, ik misschien op de weg weer. Peter. Het zal wel verdomme wennen worden. Het doet niet puur roken, jongen. Amateur. Het lijkt het wel op, hè, zo. Ingedraaid, zo, daar gaan we weer. Dat klinkt net als mij op mijn eerste huis weer. Jack die had nou met die, heb zo'n, heb een soort VTC gemaakt, weet je nog één? Ja, om te testen. Om met van die convoy management te doen. Ja. Maar het is meer dat hij daarmee bezig is dan met de VTC die we hebben. Kut, paal. Weet je, ik lees alles natuurlijk wel. Ja, de afgelopen convoy ook. Rachel die zat bij mij in de Discord dan en hij zat bij hun. En we waren maar ik, Rachel en Wil waren er. Met z'n drietjes en dat was het. En voor de rest was het echt 10 mensen van die convoy kompas ding. Dan zijn het er veel te veel man, je hebt 2 man nodig ofzo. Ja, ze hadden het wel goed gedaan, bij elke bocht of zo wat er ook kwam stonden ze wel netjes, dus alles wel goed. Ah. Alleen ik zei ook al tegen Rachel van we moeten gewoon meer mensen hebben van onze VTC die joinen, want dan is het leuk. We hadden wel 30 mensen die er waren, dus. Ja, maar ja, heel is heel, ik zit gewoon heel erg met die tijdverschil. Ja, dat ook, ja. Ik kijk er ook niet veel erg naar. Ik heb wel heel wat convoy geskipt totdat ik er geen zin in had. Snap ik. Ik was gewoon even helemaal klaar met de eurotruck. En nu ben ik weer VD op het gemak hier. Ja, weet je, ik heb gewoon even andere dingen in mijn hoofd. Ja. Ja, dat heb ik ook, ja. En dat is ook een van de redenen waarom ik tegen dat ik lids heb gezegd van je bent er best veel. Je bent bekend bij ons in het team. Ja, kom er maar bij, want ik kan je wel even goed gebruiken daarmee. Dat is toch? En die andere flappo die wilde erbij en ik zei, dude, ik ken jou niet eens. Welke? Ja, wat ik net van de slag zei, die ken je nog wat. Oh ja, die echt net nieuw was. Ja, dus vandaar dat hij waarschijnlijk ook overal met iedereen probeert te chatten en te doen. Ja, ik had gevraagd, gisteren was het voor mij weer te zin in promos.
zei hij, ja, die heb ik niet meer, we kunnen wel normaal dingen doen. Ik zeg, ik reageerde op zijn bericht. Ik zeg letterlijk dat ik een nieuwe pro moet doen, of iets wil gaan rijden met iemand als iemand zin heeft. En anders ga ik alleen rijden, want ik wil een nieuwe route doen. Ja, dat snap ik. Een nieuwe weg waar wij nou ook heen gaan. En toen was hij van, ja, maar ja, ik zei, ja, nee, andere keertje. Ja. Dus ik zit in net als zo, dan zie ik je wel in een convoy, dan moet je maar zorgen dat je in een convoy bent. Ja, hij wil ook al met jou meedoen en alles. Die, ja, heel laag springen, maar er gebeurt er niet heel veel van. Kijk, Jack die vroeg toen van mij van met jou om jou die stafrang te geven. Dat is eigenlijk van ja, gewoon doen. Nederlander kan je beter vertrouwen dan een of andere gekke Pol of wat dan ook. Ja, maar ja, hij heeft het ook inderdaad met jou over gehad, maar ja, wij reden ook al regelmatig samen toen, hè? Ja, maar dat is heel makkelijk, hè? Nederlanders op Nederlanders, dat is sneller dan dat je met Engelsen gaat. Ja, dat is sowieso. En nou ben ik, daar heb ik dan de rang van manager, maar ja, ik neem het ook wel best wel gewoon serieus, weet je wel. Je gaat gewoon niet kutten ermee, klaar. Ja, en ik heb ook al zitten kijken om mijn eigen VTC te starten in de afgelopen weken. Natuurlijk, omdat ik ook net zoals jij zegt, gewoon mee zitten lezen wat ze allemaal zeggen. Ja. En dan zie je dat ze een convo hebben gehad en zeggen van ja, er waren er maar twee van ons en zoveel van hun, dit dat. En dan denk ik bij mezelf, ja, als ik nu een VTC zelf maak, ga ik echt heel veel advertisen en gewoon interne convoys doen, voordat ik echt publieke convoys ga doen. Ja, maar we zijn gewoon nog veel te klein. We hebben maar van de HGV-leden of zo, we hebben maar een stuk of 10 die. Die echt komen, maar. En dan zijn er meestal maar. Ja, maar ook maar 3 mensen of zo die altijd online zijn. Ja, ik ben er sowieso altijd wel online, want ik zit meestal op mijn telefoon op Discord. Ja, zoals Trucky, dat is ook een heel fijn programma, maar het is gewoon kut dat je niks kan doen vanaf je mobiel. Precies. Ah ja, als ik echt iemand moet aannemen of zo, daarom maak ik ook Sofia als Blitzer toch achter zit. Weet je wel, ja, die zit toch meer op de achter ETC, want die speelt hij ook best veel. Ja, maar die is ook wel jong, dus die zit nog meer met zijn kop van eh. Ja, nee, maar ja, ik geef hem groot gelijk. Kijk hoe je haast. Ja, wij doen het ook. Dat is ook een Nederlander, hè? Ja. Kaaskoppen niet te stoppen. Ja, en ik heb al zitten kijken om zelf een VTC te openen. Puur rondom het feit dat er gewoon, ja, hoe dat gaat. Met ja. Deze VTC. Ja, maar zoals een Bill en zo heb ik ook al heel lang niet meer gezien. Maar die was er wel met de convoy, want die had ik nog geadd in de Discord van hey, we gaan zo beginnen, hier nog zoveel minuten. Toen reageerde hij, ja, kom maar aan. En daarna joinde hij de Discord VTC, dus dat was van oké, we hebben tijd. Altijd zo'n mooie omgeving hier trouwens, hè. Dus waarschijnlijk misschien dat ik het ga doen om gewoon mijn eigen Discord te openen en mijn eigen VTC. Mm. Dan zie ik wel waar het eindigt in. Ik ga sowieso even een keertje kijken naar wat andere kleuren. Een beetje kleuren die niet heel veel mensen gebruiken. Een beetje, weet ik het, turquoise. Paarstring, rooi of zo, turquoise. Iets in die richting. Gewoon zo'n kleuren, schemaatje die niet heel veel mensen gebruiken ook. Nee, ik ben niet dronken. Ik moet er af en toe nog steeds wel naar mijn stuur, weet je wel. Ja, nou, had ik ook eerst in het begin, hè. In het begin ging ik echt alle kanten op, de hele tijd. En dan zag ze van, ja joh, niks aan de hand, tjie. Nou ja, je vliegt nog steeds alle kanten op, alleen dat is meestal niet jij schuld. Zie je? Dan gaat het weer. Hey, kijk maar naar mijn ping. Mijn ping is nou ook heel laag, of niet? De ping is... Kijk, 18, minus 15. Ja, voor mij is hij altijd op 15, op 17, zegt hij. En die bij jou is altijd op 16. Ja, beter dan met die VPN aan. Ik wou net zeggen.
het zeggen. Tonnetje, goeie in de god. We hebben er alweer gehad, stuk of 10. Zoiets? Ik stond er echt van te kijken, man. Ik dacht van, huh? 1,2k. Ik had zoiets van, nee joh, ja toch wel. Ik zoiets van, nou. Ik ben benieuwd of die ook te spelen is met stuur op de PC. Hoor ik van het laatste, denk ik. Ja, nou dat het lekker koud is, ga ik straks nog even denken, een beetje BMG doen. Geef je wat gelijk. Wat zei je? Twee groot gelijk. Hier. Ja, dan moet je kat even in de slaapkamer doen en de woonkamer houden opgezet even. Dat doet mij eigenlijk, want ik zei mijn ouder weer dood. Wacht weer aan mijn stoel. Oh, rood licht. Eikel. Sorry. Oh, die gaat zo op TikTok. Het voordeel is, iets verderop is de Lille Hamer. Dus dan kan ik even 1 F7. Lille Leier. Sorry, ik had het te laat en ik had het ook echt ging stoppen. Sorry. Ja, groot licht, dan trap ik op mijn rem, hé. Ja, ik ook, alleen ging dat even niet zo vlot. Ik ga meteen even die vrachtwagen maken. Maar dat gaat zo op TikTok, echt wel. Groot licht. Net als die oude reclame, weet je wel. Nou is die groen. Maar die ijsjes. Ja, hey, moet je F7 doen. Moet je dit kleine stadje zien. F7? Ja, gewoon even F7 dan naar de garage gaan. Dan ga je naar Lillehammer. Ja. Ja, leuk stadje dit. Super klein, maar super geniaal. De garage is ook gewoon collision. Je hebt geen non-collision hier. Oh, regent. Ja, bij mij niet gelukkig. Ready? Gaan we weer. Yo. Oh, wacht, ik repareer even snel voordat ik daar een engine failure krijg. Ja, goed. Ik zie het alweer gebeuren met jou. Jij te remmen, hè? Ik lig, dan rem ik toch. Ja, ik had het in de gaten. Oh. Dat is inderdaad smal, ja. Leuke wegen. Oh, ja, en ik heb een trailer die vastzet. Godverdomme. Goeie chauffeur, hè? Ja. Hey, stadslijn, hè? Kom op, hè? Ja, want die busrijden is leuk, joh. Als je busrijden bent, gewoon volgens een bocht opgenomen. Ja, en dan een hoop mensen die hier aan het overgeven zijn. Hier bij mij in de stad doen ze het gewoon, hè? Die buschauffeurs, die gaan gewoon volgens de bochten door. Ja, maar ja, wij zitten ook in de goede stad, hè? Dat is een scheelt. Oké, daar waar jij woont, ja, wat zou ik ervan zeggen? Ja, we hadden één buschauffeur, die ging dan vanaf mijn moeder eruit naar de stad. En als hij dan aan het rijden was, dan stond bij hem in de bus. En hij zag gewoon op, dat deed hij gewoon niet voor hem. En dan gingen we altijd achter in die bus helemaal zitten. Toch, dan gingen we echt kopkant tegen het plafond over de bus. Dat snap ik, dat gaat hard. Ja, en die vering dan, die doek. Ja, standaard één oude vijf altijd in die bus. Wil je hem aanrijden? En dan ging hij door met zijn microfoon. Wil je hem onthouden? Ging hij dan. Ja, dan kom ik niet bij van dag. Die bent hier echt scheid aan. Nou, dat zijn wel de leukste dingen.
terecht door, hè, knuppel. Weet ik, een rondje van de zaak. Maar dat kost dan benzine, joh. Hey, joh, wat ben jij nou aan het doen? Eikel. Oké. Echt zo nou. Oh, recht aan, nou, er staat een klein hekje. Echt zo nou, report player. Weet je wel, zo van. Kut. Ik zou van Ben krijgen om wel verder gedaan. Ja, als iemand dat ziet wel. Klerenleiders zijn er allemaal bij van die sneeuwvlokjes. Ja. Hey buschauffeur, we gaan je busjes lopen. Ja jongen, dan mag ik verder lopen. Nee, dat mooi. Heb je ook die video gezien van Dumpet, van die buschauffeur die dan naar zo'n allemaal festival is, naar zo'n rave brengt? Ja, volgens mij wel. Het enige wat hij dan ook zegt, snijd hem af op de tafeltjes, maar na het gebruik even opvegen, anders heb ik maandag strakke kleuters in de bus. Nou, ik kan niet bij. Ja, dat snap ik. Hij zei ook iets van, in de video zei hij ook iets van, en als je troepen maakt en je laat het achter, is je eigen schuld, want je zit in de terugwacht, zie je in dezelfde tering zo weer terug. Ja. Mooi. Nou, ook je schakelpook, joh, doe je nog steeds automatisch. Nee, nog steeds automatisch. Ik zou eigenlijk Lava nog mijn layout sturen via van de controller, maar ik deed niet schakelen met de controller. Ik moet nog eigenlijk even voor de gein even een Xbox controller connecten en dan een Xbox controller gewoon eventjes een paar keer spelen, maar ik heb geen zin erin. Ja, ik zoek niet om de Bluetooth adapter te zoeken. Jezus joh, 70, 50, 70. En volgens mij is jouw stuur ook groter dan de mijne. Ik weet niet eens hoe breed dat is. Moet je gewoon opzoeken op internet, Logitech G29 staan specificaties bij, kan je het zien. Oh, ik zal wel eens keer kijken. Ik ga binnenkort, als ik een andere ijs heb, ga ik helemaal gaming setup upgraden met een nieuwe PC en alles erop en eraan. Had je en dan komt er ook een direct drijfwiel van de Logitech waarschijnlijk. Wat gelijk. Logitech heb nou de Logitech Pro Racing Wheel of zoiets was het heet die. Of Pro Direct Wheel of iets was het, dat is de nieuwste die er is. En het schijnt dat de beste is die ze hebben of niet. Maar hij had nog iets gehoord van ander huis. Ik ben er nu in 2 maandjes. Ah, ik ben benieuwd. Ik wil even naar de rest sturen, hè? Ik denk weggerijd die Pokkenwijk. Stop ik. Ik wil wel even naar de rest sturen, hè? Ja. Hij moet weer spook rijden. Ja, even een kleine hoekje even ontdekken. Ja, klopt. Wonder boven wonder heeft hij bij mij wel gepakt. Bij mij pakt hij die dingen nooit. Daar zie ik van. Ga je altijd op en neer blijven rijden. Nou, of je zet hem gewoon zo achteruit. Biep, 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 biep. Ja, dat had ik gisteravond laat voor de gein gedaan. De keuken is rood, ik was een beetje aan het typen met zo'n andere gozer die ik zag van Nederlander. En hij maakte de grap, hij zegt, jij rijdt niet achterwaarts heel keuken is rood terug. En ik zeg, oh nee, want ik heb heel die weg achteruit gereden. En de trailer gedismist, en ik ben achteruit met alleen mijn truck.
Hij reed heel de tijd achter me, ja, voor me dan in principe. Achter heel de tijd voor me en ik heel volgens achteruit, iedereen toeterde naar mij. Gewoon volgens in zijn achteruit, gewoon met interieurcamera, gewoon vooruit kijken terwijl ik achteruit rijd. Ja. Niks geraakt, volgens als de bocht erdoor. De automatische versnelling ook aangezet zodat hij net iets sneller in zijn achteruit gaat. 70 in zijn achteruit met die vrachtwagen op de hoek. Heel vaak dat mijn chauffeurs leeg terugkomen. Dat zou ik. Goed ontslaan. Oh shit. Berm. Die had ik even niet in de gaten. Hé hey, schat. Voor het raam even van storm zat ook. Ik ben gewoon even een duw geven. Gaat het opnieuw dan, hij is er dicht. Bloed heet hier binnen. De kachel die staat er toch? Oh, waarom wordt hij dan zo warm? Wat denk je van je computer? Ja, die Xbox zit geen kabel in, dus die geeft geen hit. Die PC, dat kan misschien wel de kachel zijn op een. Ik denk dat het gewoon die PC is die nou kachel aan het uithangen is. Oh, wat vond je van mijn Mondeo? Wat hè? Zeg, wat vond je van mijn auto? Oh ja, dat is een mooi ding, ja. Ja, toch. Het zag er strak uit, ja. Nou, hij rijdt ook goed, dus even een turbo weer inzetten. Ja. Even wisselen met de katalysator erom draait. Ja, volgens de papieren heb ik 205 pk, maar ik heb geen turbo erin zetten, dus dat lijkt me sterk. Diesel of een benzine? Benzine. Hoeveel liter? 1,6. Ik heb wel klopt, ja. Door die 50 km per uur is een vijfde versnelling. Zit hij al op de 2,2 duizend toeren. Ja, het kan zijn, je hebt hem overgekocht, neem ik aan. Ja, van de garage. Het kan zijn dat ze hem heel traag ingereden hebben, de vorige eigenaar. Dat kan doen, het is gewoon een goal zijn. Na elke stoplicht die je hebt, gewoon optrekken als een tierenlie zonder je banden te flippen. Ja, dat wel, maar ja, de ding dat zuipt als het niet over te horen, 10 liter op 100 kilometer. Nou, 7,6 van de laatste 2 dagen. 70 liter tank, dus dan weet het wel, hè? Ja, ik ga waarschijnlijk... het einde van deze maand, of het einde van de week bedoel ik, als ik geld binnen heb, of volgende maand, eventjes snel zo'n dagcursus doen van de autotherie. En dan... even afrijden, lang leven doen, nog wel geld betalen voor saus. Yep. Dan ga ik een Volvootje V70 halen. Turbootje eventjes snel vergroten, even een andere computer erin zetten, laten chip tunen. Uitlaten rond de subwoofer erin, daar ben ik goed mee. Oh, weer hebben we eens kwijtraken. Snelheid, ja, waarschijnlijk. Oh, weet ik wel zeker. Als je die volgende chiptune, dan gaat die begrenzing eraf van de snelheid. Ja, je hebt een grens op 220. Dus je ontgrens, en je doet chiptune, en je doet je turbo verbeteren, en je zet een powerfilter op. En dan heb je een topsnelheid van 300 plus. Ja. Dus 3 keer rijden wat ik als eerste ga doen voordat ik me ga chiptunen. Even betere remmen kopen. Ja, weet ik wel zeker, ja. Brembo remmen eronder zetten, die zonder die getuned outs hebben allemaal. Ja. Komt het wel goed, hé. Ah, ben benieuwd.
Ja, ik heb precies daarvoor gekozen, want ik heb gewoon een gigantische kofferbak. Ik kan gewoon allemaal zooi meenemen of meenemen. Ja, dat was voor mij ook de hoofdzakelijke reden voor deze. Die kofferbakken van die 470 en deze zijn bijna hetzelfde. Zo weet je. Alleen het nadeel is, bij mij 65 diep ongeveer in de koffer, omhoog. Zeg maar, dan zit je tegen het schuine gedeelte aan, dus niet alles past er zomaar in. En dat was bij die Focus, ja, daar ging alles in. Stamt ik alles vol. Ja, daarom heb ik voor een volgende V70 gekozen. Die achterbak is gewoon vierkant. Ja. Super chill. Ja, ligt trouwens je nieuw model, pak niet. Nee, maar nu hoef ik ook niet. Meestal die 2000 modellen. 2003 modellen. Ja, die hebben ook die gekke achter op het dak dat verlengde deeltje, die spoiler. Dat ziet er ook dik uit. Ja, maar wel nadeel is, je zit aan Dordrecht, zit je met die milieuzones. Maar, dat ook. Maar ja, dat is alleen met diesels. Ja, ik ga gewoon met de benzine rijden. Maar ik flik het ook gerust om een diesel te kopen en daar de turbo op te zetten. Dan ga ik hem tunen dat die zwarte rook eruit stoot. Rode kool. Die man gaan, jongen. Als ik dan ruzie krijg met iemand, hè, dan doe ik in één keer zeggen als we gaan bumper kleven. Trap mijn koppeling gewoon in. En ik zwarte rook. Werden dat soort remtrappen? Ja, dat weet ik wel zeker. Dat is niet in één keer niks meer. Weer dat plekje? Ja, dat is gewoon een zijweggetje dit. Shit, middenberm. Dat zag ik in de spiegel. Ja, zegt dat wel, ja. Ah, die pleuren zitten, jongen. Die verstoort heel mijn nachtritme. Als het bloed heet is, dan kan ik niet slapen. Dat snap ik. Dat niet met het benauwde weer dat we nu hebben. Ik kan gelijk in bed wat ik wil, maar dan kan ik na 4 uurtjes nog naar mijn plafond staren. Ja, dan moet je mij in hebben, dat ken ik niet. Dan ga ik gewoon opstaan, dan ga ik naar de woonkamer, dan denk ik mijn pc aan, dan mijn Xbox, dan ga ik over zitten gamen. Dan zit je dan naar Philip, ja? Hm? Zit je dan naar Philip, op de Xbox? Ja, 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 op zich wel, ja. Dat is een fijne machine, hoor. Op zich wel, ja. Ja, dat is een leuke aanwinst om erbij te nemen voor in het andere huis alvast. Want in het andere huis ga ik het dan doen dat ik jou verteld met die bank en die tafel en die tv en dan het bureau met de gaming setup met de pc. En met die bank met die trek en gewoon PlayStation, Xbox en Nintendo Switch doen. Ik moet alleen even de PlayStation 5 kopen, want dan hebben we PlayStation 4 en de verdienenkast. Een showmodelletje. Zo hoort het ook. Even kijken, want ik heb nog ergens een mijn Donkey Kong kast staan, die hele oude Donkey Kong spelkast. Die grote, die zit in de kist. Ja, die, ook, die ga ik even mooi schoonmaken. Dan gaat hij er ook mooi bij. Wat gelijk. Ik weet één ding zeker, als ik ooit dood ga, dan kunnen mijn kinderen al die zooi verkopen. En dan weet ik zeker dat ze rijk zijn. Ja. Ja, dat doe ik zelf ook. Ik weet zeker dat over een paar jaar fuck. Is die Donkey Kost nog meer geld. Godverdomme, ik zat niet op te letten. Ik denk als je F7 drukt dat je naar... Kan ik niet gewoon... Naar Trondheim. Your vehicle has been fixed, dat is niet. Even zeggen. Gewoon F7, dan ga je naar Trondheim. Dan ga ik weer helemaal terug. Nee, dan ga je vooruit. Ah. Dat is het stadje waar we de boot moeten pakken. Ik heb ook al op F7 gedrukt. Ja, ik zat even een seconde niet op te letten. Maar dat kan gebeuren. Net zijn het echte leven.
Zo, ik sta even lekker. Ik ga het echt leven niet doen, want dan rijden we meteen een stuk of 20 deur. Oh jee, weet jij het ook al? Hey, dat tof die we zijn. Kijk hoe mijn ik heeft geparkeerd. Eikels. Ik dacht ook dat Promots bezig was met het verkeer. AI. Ja, dat is Truckers MP. Ja. Ik hou mijn hart vast, het gaat nooit goed komen. Nee. Dat gaat toch op een tijdje lag geven. Allee, Duisburg-route die nou al met elke dag met minimaal 1000 mensen vol zit, gaat dan nog drukker zijn. Yep. Volgens mijn vrachtwagen niet harder dan 66 km per uur. Dat is lang geleden. Ook wel mooi, ik ben even op die map aan het kijken terwijl ik aan het rijden ben. We moeten letterlijk echt voor 2 seconden de snelweg op en dan de afslagpad, want anders kan je niet in het stadje komen. De garage en de truckdieren die zitten er echt gewoon op een zijweg. Serieus? Supermooi. Ja. Kijk maar op die map, je ziet nou, we gaan nou weer over de weg waar we net over om door zijn gegaan. Mooi, hè? Wat zei je? Eurotruck logica. Komt op een tonde uw tweede afslag. Ah, rechtdoor. Maatje van mij ook een keer. Ja, hier heb je mijn navigatie, gebruik maar. Ik rijd op een rondtonde af, neem de 6e afslag. Dat is iets van, what the fuck? Het was gewoon een 4-baans, weet je, gewoon een normale simpele rotonde. 4 uitgangen. Maar die telde gewoon alle fietspaden, voetgangersoversteekplaatsen. Ook gewoon als Britten. Ik had echt zoiets van. Ik had echt zoiets van, what the fuck rijden we nou, jongen? Echt, hè? Hey, Trondheim. Ja, Trondheim, niet huil. Nee. Dat zal ik maar niet doen. Net als met die treindingen. Ja. Met die Noorwegen of Wawala. Een paar van die slot al de intercom gehackt of overgenomen. Oh. Zij? Oostenrijk. Ah, dat ga ik. Zal eens opzoeken en dan stuur ik je wel door. Weer lachen. Is goed. Zo, ik heb een partij Mars hier. Kut headset. Ja. Een van die oorkabels is beschadigd.
zal maar verwachten, want jou is daar niet veilig. Dinner. Oei. We gaan naar Bodo. Is goed. Hey, een Nederlander, Mimeno. Ja. Oh, 16 minuutjes. Rent het bij jou nog steeds niet? Wat? Rent het bij jou nog steeds niet? Nee. En gaat het uitstaan of niet? Nee, dat is goed. Nee, de laatste keer ging het ook regenen in de promos. Dat was gisterochtend. Dus. Oh nee, een tolweg. Oeh. Toltunnel bedoel je? Nog erger. Een paar tol betaald, $7. Ja, 7 eurotjes. God, mon jeu, zijn wel 5 sigaretten. Ja, wij kennen hier over 7 euro en 70 cent kun je een klein pakje halen. Wauw, 5 stuks er in ieder geval. Nee, er zijn er meer dan 10. Een stuk of 14 pakjes erin. Ja, bij de koffieshop. Nee, gewoon bij de Jumbo. Welk merk? Ik heb mijn geel, blauw, mijn bordeaux. Oh. Heel zoetje van alles. Ja, ik rook sowieso zoals Jack, dus. Shit, dan ga ik weg. Godmondertje! Gaat hij weer omgepreden? En er rijdt iemand achter me. Dat is een Nederlander. Ja. Dan gaan we weer F7. Yes, waar ben je heen geteleporteerd? Fauske of bijna Bodo? Fauske. Fauske? Ja. Nou, daar heb ik die gozer voor met een knappe kracht van aan. Man. Ik wil dan langs de zijkant van de weg. Scheit, sorry, jongen. Ik moet toch geen bocht proberen te maken met 89 ongeveer. Ja, ik ken wel, maar. Ja, wat gebeurt dit, hè? Ik had weer 32. Jezus. Ah, wel een mooi stadje is dat ook, Fauske. Ja, klopt. Ben jij nog onderweg of niet? Ik heb een pauze genomen. Ja, kijk maar, ik ben er al 450 meter van vandaan. Ah ja, jij komt nog net aangevlogen zeker. Dat is die memo.
heb ik altijd iemand aan. Wachten, nog eentje na hem. Hé, hey, daarvan is online. En knallen maar weer. Ja, ik heb hier mijn pauze gehouden. Toen ik deze route aan het doen was, ook een paar keer een pauze genomen op het gemakkie. Ja, goed gelijk. Ik snap eigenlijk mijn tijd. Ik heb bijna heel de weg overal 50 gereden, zoals ze willen en alles. Heel goed, een beetje gevolgd, iets gekeken. Nou, het is wel echt een mooi gebiedje. Heel gek ook die ijsje hier dan. Ja. Nou, ze hebben er wel echt moeite in gestopt deze keer. Bij tweede is tijd. Ja. Het grappige is, het was als het goed is maar één iemand die dit gemaakt heeft. Dan moet ze heel gauw gaan betalen voordat hij wegloopt. Ze pakken bijna 10.000 per maand. Ja. Zelfs met die geld. Ik denk het ook wel, ja. Elke dag is de server bijna volgeladen, dus als 100 man inderdaad een euro over, maak ik toch wel 100 euro. En wat ze nog gedoneerd krijgen? Dat tikt het niet zo aan. Ja, maar dat is hetzelfde met die navigatie-app Waze. Dat is één persoon die dat heeft gemaakt en onderhoudt, hè? Vanaf één laptop. Dat is ook komisch, hè? Ja. Dat is een van de beste navigatie-apps die er is. Community-based ook. Maar gewoon één persoon met een laptop. Het hele leuke eraan ben ik. Als ik hem gebruikte, was dat leuk, want die mensen zeiden zo'n pinnetje op de map zetten. Maar er staat er eentje met een camera. Remmen. Yep. En dan ben je aan de rij, dan ben je 180, 190 gaan rijden en dan krijg je een keer die melding. We flitsen langs de weg, flitsen langs de weg. Dan denk ik, shit, hey, volle angst erin naar die auto achter, die schrik zich dood. Ja. En dan doe je, en met mijn hand tegen het raam en dan wijzen naar rechts en dan rijden langs die flitsen. Ging die naast me rijden, links van duimpje omhoog, dankjewel hè, dankjewel hè. En verder racen. Ja, het is gewoon een grandioos fijne app. Anders als ik ga auto rijden. Flitsmeister en wees. Ja, flitsmeister heb je niet eens nodig, joh. Zo, 2015. Dat is altijd allemaal, jongen. Elke flitsen die ik zie als ik buiten met mijn eigen flitsen ben. Volgende dag. Word je nou weer gebeld? Nee, vehicle roadside. Ja, die meldingen gaan een beetje hard door mijn oren en die rinkelt lekker. Ja, ik hoorde het. Ja, ik was een paar uurtjes gereden. Het was nogal gek genoeg als toen warm naar buiten, maar was wat minder warm binnen. Ik heb ook even andere instellingen op BeamNG gedaan opnieuw. Mm. Nou loopt de game in principe vloeiend. Geen problemen, niks. Lekker. Ja, ik hou er wel echt. Geweldig. Ah, het is wel een grappig spel, ja. Dat sowieso. Vorige week ook zat ik ook heel even op BeamNG, had ik mijn instellingen nog niet gedaan. Was ik op BeamNG gegaan, gewoon de multiplayer. En er waren allemaal praten in de chat van typen van hey, wie gaat er meedoen met politie en boefje? Dat is goed toch? Moderator gespot verderop hier. Wel. Vatten we meteen even jullie sightseeing of niet? Je weet welke ik bedoel, links hè? Ja, ik moet wel wat remmen.
zal ik ook maar even remmen. Jouw kennen. Doe maar, want ik ga geen scherpe bocht nemen. En dan flikker het hele zoetje om. De grote bocht kan iedereen stappen in de sessie. Welcome to the Arctic Circle. I need to get home to my pie. Ik hoef niet te rusten. Er zijn hier veel mensen, joh. Ik niet meer als ik eroverheen rij. Echt, hè? Weinig te zien zo. Ja. Ja, is goed voor de stream. Als we hier daar arriveren, dan ga ik er wel vandoor voor vandaag. Ja, goed, goed mooi, ben we net in kraken. Zou ik wel doen voordat je daar bevriest. Zou zo fijn zijn. Ben de kan man, idiota. Ik leg hem daar gewoon al op slaap hoor, 1-0 hopen, 1-0 weer gewoon niet. Ik heb ook wel last van die bovenbuurman gewijd, die loopt inderdaad te stampen tot midden in de nacht. Toen ik in de boven lopen dan gaan slaan. Ik ben zo blij dat ik niet meer in een flat woon. Ja, ik woon niet in de flat, ik woon gewoon in een huis. Alleen ze hebben dat huis in de midden gedaan, de bovenverdieping en de zolder is voor de andere mensen en ik heb de begaande grond. Je kan nog beter in een kartonnen doos te wonen tegenwoordig. Lach je van mijn beuk? Ja, dat bedoel ik. Heb je last van je buren, staat je motor, je vaart je boot een stukje verderop en je gaat leggen en je hebt geen last meer. Ja, maar eerst even zorgen dat er een emmer water over me heen gaat, hè? Ik heb vaak genoeg geflikt dat ik echt last van mensen had en dan met een groepje lagen en dan gewoon gingen wachten dat ze sliepen. En dan gingen we met de volgbootjes en ik had dan een 30 pk motor draaien achter mijn volgbootje, mijn visbootje. En dan deden ze touw losmaken en dan gingen we met die boot en deden we mijn boot vastmaken, een kleine boot. Dan gingen we met z'n drie gingen zitten roeien. En zodra dat die boot recht achter die boot van mij lag, startte ik de motor en dan gingen we vol gas en proppen ze de rivier op. En bij de tijd dat ze die, die motor aan hadden, waren ze op de rivier en wij waren weg. Ik heb er een paar keer gehad als ze terugkwamen en dan zei ja, zijn jullie daar geweest? Pa, pa, pa. Kijk, ik ga, wat heb jij nou? Ja, en ik ben naar de kant op naar de rivier getrokken geweest, dan schoot ik in de lach, kom ik niet meer bij, hè. Ik kan mij opvegen. Loop rechts aan, hè, kom naar de vrachtwagen. Dat was gewoon een moderator die stond te controleren dan of wat? Weet ik niet. Kan ook zijn dat die moderator in dat stadje ons voorbij reed. Maar jij gerust van postumus F7. NSB. Die drie vier vrachtwagens die voorbij reed, denk ik dat het was. Ah. Neem ik aan. Hadden we dat 7 minuten toen wij eraan kwamen, was stond er ook 7 minuten geleden geporteerd, dus ja, dat kan niet zijn. We zeggen vrekte NSB'ers. Mo-Irana. Dit is dat stadje die ik had gefilmd toen ik erin reed. Ja. Die heb ik in Discord gegooid en ik reed dan hier de eerste rondom door.
Toen flipte ik mijn finaal. Wat was deze, wat was de volgende stadje? Nee, wat was het volgende stadje? Flipte ik heel die vrachtwagen, finaal. En gewoon 40 km per uur, ik draaide die bocht, ik moest door een tunnel en dan moest ik naar links, zoals nu ook. We gingen ongeveer dezelfde snelheid met een zo'n bulldozer achter op 35 ton. Echt heel lang, dat bedoelde heel die vrachtwagen, gewoon godverdomme. Ik weet wel, ik ga daar lekker checken roken. Gelijk. Ah, 5 minuutjes zijn we er. Ja, dat denk jij. Heb jij de, moet je maar eens even op M op je toetsenbord drukken en dan op tab. Dit is toch wel wat zigzagweggetjes die we hebben. Het is geen rechtaan weggetje. Maak er maar gewoon een kwartiertje van zo. Deze bocht, als we die te hard nemen, dan leggen we gewoon op onze kant. Oh. Ja, ook leuk, maar... Stik er nou in aan. Ja, in het begin als een aanzet, die laat 50 uit de hoesten. Zwaar heb gesteld en het eind ook want om hij op te raken toch? Ja, dat klopt. Ja, hij daar bijna op raakt. Oh, 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 oh. Dit goed. Twee stappen met mijn voorhoofd, godverdomme. Ik dacht dat je mij had. We zijn er bijna. Ik ben weer een dorpje waar we naar beneden gaan. Heel klein dorpje is het. Niet eens gemarkeerd op de map. Naamloos dorpje. Hoppakee, tunneltje 2. Dit stadje waar we nu op aankomen zo meteen, Mosjoen. Nou flipte ik hem vanochtend. En als ik kan filmen met mijn telefoon, dat is een mooi jongen. Ah, dat zijn wel de leuke dingen. Ja. Ik zie bijna geen handvogel hier, man. Hoe? Ik zie bijna niks hier. Mistig. Want hij weer zo'n hele rood. Ja, ik zie het inderdaad dat er iemand op aan het rijden is, ja. Dit is dan weer die, is dan die weg precies dat ik met die rotonde zat. Had hem deze keer heel. Ja. Het wordt ook precies dezelfde weg kant op als ik vanochtend moest. Ja, was hier aan het filmen begon ik, maar nu rij je.
ging goed, helemaal netjes tussen de lijntjes met 60 km per uur. Van de bocht door nou, zo hier ongeveer. Nou, toen ik mijn gas los, dat ging richting remmen. Liep ik verder door waar. Toen ging ik met 40 door op tombel, dus ik ga nu met 30. Ik ga echt niet slippen weer. Het zou erg zijn als je nou van flippen. 4 met 5, kut, moet die kant op. Sorry jongens. Lekker man. De intrap en de gasten moeten dezelfde weg. Ja, ik zorgde ervoor dat iedereen op de rem moest. 5 man in totaal. Ja, shit happens. Allemaal mensen hier aan, even druk. Maar ik dacht dat jij op jouw oude account ook weer online komt. Je bedoelt die andere, 078? Ja, gewoon waar jij eerst, waar je hier tot mei zat. Waar je zei van, nou, dat wil ik eerst wel zien dan. Daar heb ik ding op, wie bent die drive? Arnold is daar online. Ja. Nou, die is nog niet geunband, ik hou die e-mail wel in de gaten. Ik hou wel wat, maar... Ja, dat is dan nog stil 3. Ja, hun hebben haaien dan, dus wachten maar lekker. Wij moeten de eerste afslag van links doen, als je knipperlicht aan. Zeg, het is druk hier. Ja, dat was het de laatste keer. De laatste keer dat hij hier was helemaal alleen. Ja, dat snap ik. Maar die andere, daar is een rood erin. Oh, 10 fps. Dat ging even niet goed volgens mij. 60 fps, 59 fps, de hele tijd. Ja, ik zit meestal rond de 35 fps. Ja, dat is toch lekker, hè? Ja, beter dan 10, 15 toen op de laptop. Dat is te haal al. Op low, hè? Eens kijken hoor, we moeten parkeren dan. Nieuwe route. Ik kan het parkeren, maar deze gozer zit in mijn weg. Mij zegt hij een nieuwe route, kaartje update. Dat is non-collision. Ik doe meteen exit the game, dan kan die gozer meteen parkeren en jij ook. Het is de hele tijd non-collision. Dat is met pro-mods allemaal aan. Ik ga er meteen uit, maatje, voordat ik slaap pleur. Snap ik. Dat is wel weer even gezellig, dat wel. Ja, sowieso, jongen, dat weet ik toch. Ja, maar we weten als je weer online bent, dan probeer ik ook gewoon eind te komen, dan gaan we nog een keertje rijden. Komt helemaal goed, jongen. Okay, later. Later. Iedereen bedankt voor het kijken. Dit was het voor vandaag. Dank jullie wel voor alle begrip ook. En,
Tot snel. Honk, honk.